Wij hebben altijd de discussie over de plastic pot. Het probleem is dat die potten van geperst natuurlijk materiaal, die vallen te snel uit elkaar. Bij ons blijven die potten soms een jaar, soms wel 2 jaar op het containerveld staan. En ik kan het niet avonturen dat die na 3 maanden uit elkaar vallen. Het zijn in ieder geval gerecyclede potten, dan weer wel. Dit is gerecycled materiaal. Als ze kapot gaan, dan gaan ze weer terug naar de recyclaar en anders gebruiken wij ze weer opnieuw. Mensen kunnen hun potten weer terugbrengen en dan stop ik er een nieuw plantje in. Ik ben zelf eigenlijk wel bezig nu met het onderzoeken doen naar kokospotjes voor de delfinium. Zodat ik toch eigenlijk alleen verkoop van april, mei en juni, de 3 maanden. Dan kun je ook delfinium ook niet in een plastic pot zetten, maar in een kokosvezelpot. Die kun je gewoon in de grond planten zonder dat je afval hebt. Dus je hebt geen plastic afval erbij. Wat we over hebben van planten, knipsels, en dat gaat allemaal naar de compost. We gebruiken heel veel zwarte potten. Gewoon hergebruik. Altijd maar hergebruik. Totdat ze stuk zijn. En dan gaan ze naar de plastic recycling. Al bijna 10 jaar geleden hebben we het plastic wat dat betreft verbannen. En zijn we bezig gegaan met het gebruik maken van die biotasjes. Hè, die dan volledig composteerbaar zijn en zo. Maar sinds de afgelopen 2 jaar delen we zo weinig mogelijk uit. Hè. Als mensen komen dan zeggen we nou gaat zo mee. En 90% van de mensen zegt ja hoor. En ik denk eerlijk gezegd ook dat we daar naartoe moeten gaan. Dat mensen zich steeds meer bewust worden van hoe minder verpakkingsmateriaal we gebruiken, hoe beter het is. Waar we nog wel natuurlijk mee zitten, en ik denk niet dat daar gauw een oplossing voor is, dat zijn de potjes voor de planten.